Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, nieuwe vlog. Ik wou een nieuwe dag zeggen. Ik ben Jenne Verdekkers. Vandaag is mijn verjaardag, dus ik heb dit ding aangetrokken zo. Ik hoop dat jullie het ook wel leuk vinden. Vindt zij dat ik een zwarte legging eronder moest aandoen? Nou, die heb ik dus aan. Mijn verjaardagstaart is al binnen. En het feest kan beginnen. Nou, nu nog wachten op drinken van Picnic. Picnic brengt ook weer drinken binnen. Oké, echt. Leer Nederlands. ik heb geen idee wie er nou wel en niet komen. Ik hou van zekerheid wat dat betreft. Als mensen niks zeggen, dan heb ik er ook geen ene fluit aan. Dus ja, het heeft niet zoveel nut wat sommigen doen. Ik wil gewoon het zeker weten. Verdorie. Nou, Ko heeft al gebeld. Mijn schoonzus heeft gebeld. En de buurvrouw heeft gebeld. Hey, dat is tenminste iets. Nou, de rest nog. Misschien dat mijn broer ook nog gaat bellen, dat zie ik nog wel. Maar wel leuk. Dus ja, ik ga hem eventjes voorbereiden. Dadelijk eventjes eten. Ja, moet ook gebeuren. Even eten. En dan krijg ik heel veel berichten binnen op mijn telefoon, op Facebook, Instagram. Dus het is allemaal heel erg leuk. Nu voel ik me wel een beetje jarig of zo, maar misschien morgen meer. Ik weet dat er morgen wat meer mensen komen. Dus dan zie ik het dan wel. Ja... En ik heb even niks meer te zeggen. Ik ga even iemand vragen of die wel komen vandaag wel of niet. Diegene weet het ook nog niet. Dus even voor de zekerheid vragen. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Ik sta op zijn teen, denk ik. Maar net niet. Je hebt je tenen weggehaald. Ja, je hebt je tenen weggehaald. Adje is geweest. Dikkie is geweest. En het was gezellig. Het is jammer dat niet meer mensen konden. Maar wie weet, volgende keer beter. Het is nog steeds coronatijd. Maar ik zal even laten zien. Sorry. Wat ik heb gekregen. Dat is ook altijd leuk om te laten zien, vind ik. Oh, ik val bijna op mijn gesnufferd hier. Maar ik zal het even laten zien. Deze. Ik hou van geurkaarsen. Dit is red berries. Dus dat is... Berries zijn... bessen. Geloof ik. Toch? Zijn bessen, toch? Mm-hmm. Oké. Dat heb ik dus gekregen van Dickie. Samen met dit ding hier zo. Geurstokjes. Yay! Een vulpen. Hartstikke leuk. En ja, dat is lang geleden dat ik een vulpen heb gehad. Dus ik ga weer met een vulpen schrijven. Yay! En dan nog dit soort dingetjes. Dat vind ik ook leuk. Schriften. Kijk, dit soort dingen vind ik echt gewoon helemaal tof. Hou ze vast, Vince, als je wil. En dit zie je dan zo. Maar dit is dus... Ik hou van dit soort dingetjes, zeg maar. Al die aparte dingetjes. Ik vind het leuk. Zo. Oh. En deze heeft dan verschillende kleurtjes. Zo. En dan kan ik hier zo'n dingetjes inschrijven. Dat is echt gewoon super. Ik hou daarvan. Ik hou van dit soort dingetjes. Lekker om in te schrijven. En als ik iets heb van ik heb meer bladzijden nodig, kan ik dit ding altijd nog verplaatsen. Dat zie je ook wel. Nou, pas op zij hoor. Kijk, ik kan het altijd nog losmaken zo. En dan gaat dat ook weer goed. En ik heb samen met Vince eten besteld. Vince wou het voor mijn verjaardag doen. Dus nogmaals, dankjewel Vince. Ja. Jee. En nog een mooi kaartje van een collega, oud collega gekregen. Zij maakt het zelf. Hartelijk gefeliciteerd. Dat is echt heel erg mooi. Mooie jaren van geluk met deze felicitatie. Kan jouw verjaardag niet meer stuk. En dan de namen van die collega. Zo. Aardig. Ja. En de ratjes die slapen allemaal op het huisje in plaats van in het huisje. Ja, dat is nu niet te zien hoor, Vince. Dat is echt niet te zien nu. Ze slapen in het op het huisje in plaats van erin. Dus ja, de ratjes zijn een beetje gaak. Het huisje is rechts. Iets lager.
Maar dat is niet te zien, joh. Je gaat wel inzoomen, maar dat is echt niet te zien. Geef eens, misschien kan ik het laten zien zo. Er is eentje daar aan het Oh ja, Luna of Zoe. Nee. Ik denk dat het Zoe is die wakker is. Luna, Zoe! Nou, ze zijn heel erg lief, maar de ratjes zitten daar. Dat is Zoe. Ja, dat is Zoe. Ze heeft zin om te eten. Nou, eet smakelijk, meid. Zo, de ratjes zijn ook weer voorzien van eten. Ze hebben nog steeds eten, gewoon de hele tijd. AJ die wilde wat chips en cola. Nou, die heeft er ook van heerlijk zitten smullen. Hij wou geen taart. En Dickie wou ook geen taart. Nou ja, dan blijft de taart voor de mensen morgen. Ja. Dan eten wij dat ook morgen. Hè, Vinci? Ja. Dat vind ik wel eerlijk voor de mensen morgen. Ik weet alleen niet hoe laat ze komen, want dat zeggen ze nou nooit. Zo lastig als ze niks zeggen. Hè, Vince? Ja, maar ja. En ik was naar de podcast van Onder die aan het luisteren, naar je podcast nu op YouTube aan het luisteren. En ik vind het echt heel interessant, al die dingen wat ze vertelt. Dit gaat over moordzaken en zo die ze dan vertelt. Wat die persoon heeft gedaan en zo, weet ik het allemaal. Nou ja, het is luguber wat sommige mensen doen. Wie? Hoe heet ze? Wat de moordenaars doen. Ja, hoe heet ze? De moordenaar zelf of? Nee, die dame die dat... Onne die. Dat is haar YouTube naam, maar in het echt heet ze Dionne. Ja. Ja. Jij kent haar niet. Maar zij gaat zich dan opmaken met make-up en zo, dat is wel leuk om te zien. Maar ja, het is interessant. Wat zeg je? Dan vertel ze een verhaal van... Ja. Maar het is ook op Spotify te luisteren, dus ik ga dat ook een keertje doen. Ja. Op Spotify kun je dan meer dingetjes aanhoren, want YouTube gaat ook altijd filteren. Heel gemeen. Niet lief. Ja, dat is een bepaalde term niet gezegd van geworden. Ja, dat is echt lullig. Dat is niet lief. Nee, wij gaan wachten op ons eten, dus tot zo! Zo, ik heb een hele rustige dag gehad voor mijn verjaardag vandaag. En ik ga zo meteen lekker slapen. Ik heb net even met de ratjes weer gespeeld. Die zijn weer lekker aan het ravotten hier zo. Luna is vooral hier zo nu, want ze zit vlak bij mij iedere keer. Ja, Luna? Ja, je komt gelijk naar boven. Ja, je komt gelijk naar boven. Nee, je mag niet bijten. En dan heb je hier Spikey. Hallo Spikey. Ja, we gaan elkaar even pesten zo. Heel goed. Ik geloof dat er vandaag wat meer mensen komen. Of vandaag, morgen dus. Dat denk ik wel. Ik weet niet zeker. Ik zie het allemaal wel. Want het is allemaal een verrassing nog voor mij. Oh jee, en sommigen hebben de ratjes nog niet eens gezien. Hè, Vince? Sommigen hebben de ratjes nog niet eens gezien. Nou, Vince gaat zo meteen douchen en ik ga lekker slapen. Dus het was een hele rustige dag eigenlijk. Zo is het vaakjes bij mijn verjaardag, denk ik. Dus, ja. Het gaat lekker zo. Wauw, Spikey klimt op de buis. Oké, jammer. Net te laat met filmen. Hey, Luna. Kijk, ik heb Luna geleerd dat ze niet mag bijten. In mijn vinger. Alleen Spikey moet het nog leren, hier zo. Maar Zoe en Luna doen dat niet meer. Ik wil gewoon dat ze me kunnen vertrouwen en ik hun. En hun mij, weet ik veel. Ik zeg het denk ik niet eens goed meer. Ik wil gewoon dat ik hun kan vertrouwen en hun mij. Zo werkt het. Ja. Nou, ik ga jullie vragen om op mij te abonneren. En een blauw duimpje omhoog vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze weer. Rollators! Oh, vind je het leuk zwaaien? Rollators!